is tijd voor een spelletje. Ja, God, vertel. Rick, jij hebt dit gedaan in de tijd dat ik er even niet was. Dood. Ik heb een lijk gewonden. Ja, je kunt het zo scanrekter worden bij ons, hè? Ja, mag dat? Ja, dat mag. Je hebt wel gezicht voor. Als je dat nu toch aan mij vraagt, betaalt dat een beetje, oké? Ja, ik moet er zelf heel veel aan verdienen, dus jullie verdienen er niet zoveel. Maar je verdient er wel aan. Ja, je krijgt er geld voor, ja, zeker. Oh, nou, dan zullen we een scare actor zijn, Rick? Ja, is goed. Verdien meer dan dit. Ja, ik hoor het al. Zullen we dat een keer doen voor John? Ja, John. Voor John. Ja, ik ben voor. Ja, alleen in deze tijd van corona is het nog wat stilletjes. Griezel op afstand. Griezel op afstand. Jongens, terug uit, ik laat je schrikken. Nee, maar echt goed, John. Dan moet je ons eventjes bellen als je weer een spooktocht of zo Dan mogen jullie meedoen. Yes, we zijn nu al zin in. Hey, truth or dare zonder dare, maar met John. Oh. Rick, hoe heb je dat de vorige keer gedaan? Je hebt hier een mooie vaas, een emmer, twee. Twee? Oh, ik heb er ook één. Je hebt er ook één. En er zitten dan mooie kaartjes in, hè? Ja. Het is een beetje, ik heb van die filosofische levensvragen opgezocht op Google. Ja, nee, dat is hartstikke interessant. En die zitten dus allemaal op briefjes in die emmers. Alleen omdat ik het de vorige keer zelf heb opgezet, heb ik dus twee emmertjes ermee gevuld voor destijds Daan en onze gast. Ja. Dus ik heb zelf niet zo'n emmertje nu. En dan moeten we even delen. Oh, wil je deze emmertje? Ja, maar je hebt wel een emmertje. Ja, maar er zit niks in. Dat is op de kot, als ik te veel zou. Maar een beetje uit klauw lopen. Ja, dat is wel vaker hier. Maar we gaan zo meteen dus een kaartje eruit halen. En daar staat dan een levensvraag op. En die moeten we dan beantwoorden. Zo is het, hè? Je moet eerlijk beantwoord worden, inderdaad. Oké. Okay. Ja. En dan vraag je mij. Ja, John, jij moet ook eerlijk zijn. wie gaat er beginnen? Ja, onze gast natuurlijk. Ja? Echt waar? Jazeker. Ik heb al een kaartje. Nou. En dan is de bedoeling dat ik hem voorlees en dan een antwoord opgeef. Ja. Ja. Zou je liever het weer kunnen beïnvloeden of met dieren kunnen praten? Die hebben we al een keer gehad met Nico, maar vertel. Het weer kunnen beïnvloeden. Waarom? Nou, weet je, ik zou dit jaar naar Spanje gaan. Ja. naar Portugal in juni. Mocht niet. En nu is het zo dat ik naar Spanje ga. Had ik gepland. Ja. Mooi weer daar altijd. Gaat ook niet door. Ja, het gaat wel, de vakantie gaat wel door, Miguel. Hè? Maar ik ga nu naar Portugal. Ja. En als ik nou het weer in Nederland had kunnen beïnvloeden. En ik had gezegd van, wow, het Spaanse weer hier. Dan. Ja, maar wat bedoel je allemaal Spaanse weer? Want we hebben net een hittegolf gehad. Ja, John wil altijd een hittegolf. Ik wil altijd een hittegolf. Maar ben jij echt zo'n zomerman? Ja, dat je wel. Zomer wil, dat wel. Ja. Weet je wat ik dan doe op vakantie? Wij huren een woning en een zwembadje erbij. En dan lig ik de hele dag in de zon te bakken. Ah, oké. Okay. Het meest ideale is dus de temperaturen van die we hier hadden, maar dan met het klimaat van Spanje. Ja. Dat het niet zo benauwd is. Ja, precies. Dat is misschien beter. Ja, dat is goed omschreven. Ja. Heel goed. Oké. Okay. Rick, jij mag. Oh ja, tuurlijk. Maar wat is er nou filosofisch aan dit trouwens? Nog een beetje leuk aankleden, John. Ik heb inmiddels ook een briefje met een vraag van drie woorden. Wie inspireert jou? O jee. Ja, dat kan er mee zijn, hè? John Kloppens. Ja, maar dat is een hele algemene vraag natuurlijk, hè? Wie inspireert jou? Ja, je hebt zelf... Nou, ik ben benieuwd. Ja, maar op welk gebied? Kunnen jullie even een richting voor mij kiezen dan? Gewoon het leven. Heb jij een artiest of een acteur of een personage? Ja, precies. Trump bijvoorbeeld. Ja. Trump. Ja. Trump. Een politici. Joe Biden. Jezus, wie inspireert Rutte? Mij? Nou, wat zal ik schroeven? Lady Gaga? Ja, misschien in zekere zin. Ja, maar dat vind ik wel heel makkelijk. Afgezaagd, ja. Nee, ja, precies. Nee, Trump. Trump was zeker niet. Jesse Klaver. Nee, ook niet. Tjonge. Nee, ja. Ik heb er eigenlijk helemaal geen antwoord op. Oprecht niet. Ik ben mijn eigen inspiratie, denk ik. Nou, dat vind ik wel heel erg. Ja. Een heel nieuw antwoord. John, wie inspireert jou? Trump. Nee, ja. John naast de deur. mijn kleindochters. Oh ja. Ah. Is dat, ja, die inspireren mij. Die houden mij jong. Ja. En die zorgen dat ik jong van geest blijf. Ja, dat is mooi. Dat vind ik een mooie. Heb mooi, jij jouw kleindochters, Rick? Ja, stiekem. Ja. Ja. Hey, dat weet niemand. Ik heb er ook even eentje gepakt. Ja, vertel. Oh. Wie inspireert jij? Wie inspireert jou dan? Wie inspireert mij? Ja, want jij vraagt het leuk aan mij. Ja, en Rick, dan wil ik het ook van jou weten. Oeh, dat vind ik wel een lastige vraag ook, hoor. Geef welk? Ja, nee. ik weet het niet. Ik heb geen idee.
Je inspireert mij. Echt. Nou, pak maar een andere vraag dan. Pornoster. Hoe heet een mens? Kim Holland. Wat ja. Ken jij die mensen goed? Ja, Kim Holland. Die wil je weten. Ja. Oh, dat is een andere hobby van me. Ik heb er eentje. Oh jee. Hoe kan iemand jouw hart veroveren? Kim Holland. Ja. Heel erg heel lief en begripvol mens te zijn. En meegaand. Nee hoor, dat valt wel mee. Waar waren die emmertjes voor bedoeld, zei je? Oh, wat zoet dit. Ja, maar in welke zin nou, eigenlijk dan? Hoe kan iemand jouw hart veroveren? Heeft dat met liefde te maken of met vriendschap? Of met... Nou ja, wat jij wil. Ja. Gewoon begrip voor iemand. Vind ik fijn. En ja. Oké, ik snap je. Nou, hè? Dat was hem dan. Goed, nou, laten we afsluiten met nog één korte vraag van John dan. Voor onze gast. Ja. Nou, een vraag van mij? Ja. Ja, uit je emmertje. Oh, John. Kort en krachtig antwoord, mag je erop geven. In één woord. Zou je liever het weer kunnen? Nee. Alweer? Hij lag echt bovenaan. Beschrijf je ideale dag... In zonnig. Woord. Zonnig. Nou. Nou, John, dat is echt niet normaal met dit. Zonnig. Ja. Gaan zingen. Malle ballen. Ah, malle meid. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.